het strand in Ter Heide. We staan voor de poststand Monsters Reddingsbrigade. Ik ben hier strandwachter, nu ongeveer 5 jaar. Als je bij de strandwacht werkt, sowieso als je heel jong bent, als je lid wordt, dan ga je sowieso eerst al je diploma's behalen. Eerst, je begint in het zwembad met de binnenwaterdiploma's. Als je die hebt gehaald, dan ga je naar het strand voor de strandwachtdiploma's. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk een strandwachter. Dan word je ingeroosterd op het strandrooster. En wat je dan ook nog kan doen, is varen en rijden. Die waren eerder al lid en daar ging toen heel veel mee om en ze hebben me eigenlijk meegenomen hier naartoe. Het is gewoon leuk om toch in je vrije tijd hartstikke nuttig bezig te zijn. We hebben ongeveer 60 actieve strandwachters en verder zitten er nog gewoon heel veel mensen zeg maar, achter de schermen in de organisatie. Het zijn allemaal vrijwilligers, iedereen doet het helemaal vrijwillig.